Nou, het is goed koud vandaag, maar nog onderhand. En de ABN AMRO is weg. Vorige keer stond ik daar nog boven te filmen. Maar volgens mij is de Rabobank ook weg. Ik ga even verder kijken. Zo was ik. In 2 jaar terug, misschien wel 3 jaar. Hier in die kelder. Want Lia de Kraan, kunstenares, die zat in dit pand. En toen heb ik een exclusieve rondleiding gekregen in de oude ABN AMRO. Dus erg leuk om te zien. Ik zal hier de link aan het einde zetten. Dus als je hem tot aan het einde kijkt, dan kun je nog even binnenkijken hier bij ABN AMRO. Gewoon weg. Het is gewoon zo'n gek gezicht. Maar nu heb ik me laten vertellen dat ze hele mooie platen hebben gemaakt aan de zijkant. En dat hier geschiedenis en zo op staat. Oh ja, ik zie het. Wacht. Dus je ziet hier gewoon echt de geschiedenis en je ziet hier dus ook van de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945, achter mij. De witte schoenen aan, hartstikke handig. En het is gewoon erg leuk om te kijken wat hier allemaal heeft gestaan. Want straks is het weer onherkenbaar, net als nu, maar dan op een andere manier. En hier is de tekening van de gasfabriek. Ja, het is gewoon bizar. Ik zal nog eens even inzoomen. Erg leuk. Ik ga nog de andere hoek zoeken, want er moet nog een hoek zijn. Dus zal hier om de hoek ook nog wel een stukje zitten. Ook leuk, als je op visite gaat in de rul. Al het goede spul, kom uit de rul. Maar ik dacht, dit is zo mooi om te laten liggen. En ik hoorde van mensen die hier dus mee samengewerkt. Ja, het is nog vroeg. Die zei, je moet echt ook even gaan filmen, want dit is wel een stukje inderdaad wat eigenlijk ook wel gezien mag worden. En veel mensen denk ik niet weten, dus je kan echt op je gemak hier eens kijken. Dus ik draai de camera weer om. Is dat je hier het kegelstratje ziet staan. En het kegelstratje, dat is echt iets Westeros. Want ik hoor zo vaak
Oh nee, dat was het kegelstratje. Nou, je staat nu hier. Staat hier. Dus, ja, dan moet ik. Dit is dus de kegelstraat. Eerste kegelstraat. En hier rechtdoor is de gasstraat. Dat is nog steeds. Tweede kegelstraat ging dan waar nou het centrum, overdekt centrum is. Dat is hier. Tweede kegelstraat. De Willemstraat, die is er ook nog. En je hebt ook nog de eerste kegelstraat. Ja, die loopt eigenlijk door. Ja, eerste en tweede kegelstraatje. Ik heb dat heel vaak gehoord. En er zijn ook nog foto's van. Dus ik ga hem nog even omdraaien. Het is precies andersom de route. Je begint hier, maar het draait ergens om. Maar ja, wij doen precies andersom. Omdat ik niet wist waar ik nog moest zijn. Maar ik kwam erop uitlopen. Superleuk. Echt even de moeite waard. En ik kan ook QR-codes scannen. Dus dat zijn die stippeltjes, die vierkanten met stippeltjes erin. En dan kun je meer informatie krijgen. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.